dames en heren. En welkom bij weer een nieuwe vlog. Het feit me dat ik de afgelopen week niet zoveel heb geüpload, maar ik had niet zoveel te filmen. Misschien wel te filmen, maar ik had gewoon vreselijk druk. En met van alles en nog wat en geen tijd om te filmen. Dus sorry daarvoor. Maar goed, zoals jullie aan mijn stem horen, is het vrij vroeg. Het is nog voor 7 uur. En ik ben alweer met de sproeier aan het verzetten, zoals je net zag. En het is niet mijn favoriete hobby, maar het moet wel. Vorige week hebben ze in Drenthe, hebben ze zoveel, in de provincie Drenthe in Nederland, zoveel water gehad. Dat ze nu al bang zijn dat de aardappelen verrotten. De oogst nu al bijna mislukt is. Maar we hebben hier zo weinig water gehad dat ik hier bang ben dat hier alles verdroogd is. Dus vandaar dat ik weer ben begonnen te beregelen. Kijk, je ziet achter mij, zie je onze, in de verte zie je de haspel, en dit is uiteraard de sproeier. We zijn er bezig over ons huisperceel. Als je hier de grond kijkt, al de lintjes, er is alweer bemest, drijfmest bemest en kunstmest bemest. Dus, alles wat eraan markeert is water, en het weerbericht is nou, geeft aan minstens de komende 14 dagen geen water komt, dus ik ben maar begonnen. Want met dit werk moet je het een beetje proberen voor te zijn. Nou ja, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar we doen ons best. Je ziet nu bij de haspel nog een klein beetje te doen. Als eerste dit ding. Die pen moet erin. Zo. Nou. Akelig ding. Zo. Als hij dus de sproeier dus weer terug is, dan trekt hij aan deze kabel. Dit klepje gaat open, dan schiet die pen eruit en dan blaast hij het water af en dan valt de druk weg en dan gaat de pomp uit. Als het allemaal goed is. Dan hebben we hier de versnellingsbak. Nou staat hij in de versnelling. Dit is de terugloopval, dat hij niet terugloopt. En dan gaan we even kijken hoe ver die weg is. En hier zie je 216 meter. Dus hij is aan 216 meter, staat de sproeier weg. En ik weet niet of je het zien kunt, maar ergens, puntje van mijn vinger, daar staat hij. 216 meter, nou wil ik hem vandaag nog een keer weer verzetten. En einde van de middag, begin van de avond, zo'n beetje. Nou, de lente is ook wel een beetje smerig. Het is nu 7 uur. Dus laten we zeggen, vanavond weer om 7 uur, 8 uur. Dus dan mag hij er 12 uur over doen. Dus dan pak ik mijn handige calculator erbij. Nee, met 216 gedeeld door 12 is 18 meter per uur. En de snelheid kan ik verzetten ook hiermee. Want daar zie je 1, 2... Dat zie je niet helemaal, maar je ziet wel 3-4 staan, 2-3-4 staan daar bij die knop. Dat is een versnellingsbak, maar die gebruik ik nooit. Hier heb ik met deze stel schroef. Kun je hem ook verzetten. Dan zie je hier een streepje. Oh, daar een streepje. En daar een streepje. En daar een streepje. Dat is 10 meter per uur, 20 meter per uur, 30 meter per uur. Dus we hebben gezegd 18 meter per uur. En dat toch helemaal klopt, weet ik niet. Dus we gaan even... Nou, ik zet hem zeg maar net eraan 20. Dan is die vanavond nog een keer over. Dan kan ik hem vanavond nog een keer weer verzetten. Nou, we gaan hem aanzetten. Oké, dan zetten we de zaak bij de pomp. Dan zetten we de zaak met deze kraan nemen open. Hier is achter de paal zit nog een kraan, die moet dicht. Die moet goed dicht. En die lekt lucht. Nou gebruik ik dat minimilkertje daarvoor, want hier ligt dan de pomp en daar is er een bron en dat gedeelte, daar moet een vacuüm. Nou, dan kun je met een handpompje doen, ik doe dat met een minimilkertje en dat werkt dan hartstikke goed. Alleen één nadeel is, het minimilkertje wordt bruin van het roestwater. En dan moeten we gewoon even afwachten.
om water te krijgen. Wacht even een momentje, dan kan mijn statief helemaal goed. Omdat wij hier in het Watermeergebied zitten en we hebben Vitens hebben we hier als drinkwatermaatschappij, die pompt ons water weg. En daar wordt ontzettend droog van, maar daar zit met water in mijn bron ook dieper. En we hebben nog steeds water, dan is wel gelukkig en dat blijft ook wel zo. Nou zien wij hem daar ginds. Een beetje in de verte. Misschien kan ik zoomen, ik weet niet of dat ding dat wil. Yes. Daar staat hij. En dan staat een doelsteen en dan zie je de ginse Fiat-trekker staan en daarachter zie je net iets blauws en dat is de haspel. Nou die haspel die rolt hem op, heel langzaam rolt hem op met behulp van die finansbak wat net liet zien. En als het goed is denk ik vanavond nu als sim achter en is hij weer is hij hem opgerold, dan slaat hij af en dan verzet ik hem nog een keer weer. Dan kan hij vannacht nog een keer weer doen. Vonden jullie het nou leuk? Like, reageer en abonneer als je dat niet hebt gedaan. Het gaat hartstikke goed met abonnementen, dames en heren. Dank u. Maar als je niet hebt geabonneerd, dan abonneer ook even. Je kunt me ook volgen op Facebook en Instagram. Daar post ik soms korte video's of fotootjes van dingen die ik doe, maar niet allemaal op YouTube zet. Maar op YouTube is allemaal leuk, fijn en aardig, maar kost wel een beetje tijd. Dus abonneren en bedankt voor het kijken.